Er komt opnieuw geen herschikking van het kabinet Santokki. Ook mevrouw Santokki, de echtgenote van president Chan Santokki, blijft zitten waar ze zit. En morgen begint volgens de kalender het Javaanse nieuwjaar. Goeiedag. Dit is Regenieuws TV Suriname van 29 juli 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Er komt opnieuw geen herschikking van het kabinet Santokki. Vice-president Ronnie Brunswijk zei tijdens een kabinetsvergadering dat de reshuffling, die president Santokki enkele dagen terug aankondigde, voorlopig van de baan is. Brunswijk gaf aan, als verklaring voor het uitstel, dat de regering op deze manier wil voorkomen dat de indruk ontstaat dat zij onder druk van het volksprotest mensen vervangt. Pas wanneer de rust teruggekeerd is, kunnen de poppetjes verschoven worden. Brunswijk had ook al eerder aangekondigd dat geen gehoor zou worden gegeven aan eisen om bewindslieden te vervangen. Nadat de politiebond had geëist dat justitieminister Kenneth Amoxi zou vertrekken, zei Brunswijk dat geen enkele minister onder druk van een bond naar huis zal worden gestuurd. Acties van de bond maken geen enkele indruk op hem, liet hij weten. Het terugroepen van zijn broer Leo uit diverse raden van de commissarissen was evenmin gebeurd vanwege de roep uit de bevolking. Brunswijk had zelf al lang beslist dat zijn broer moest opstappen, beweert de vicepresident. Ook mevrouw Santokki, de echtgenote van de president, blijft zitten waar ze zit. Het avondblad De West wist van bronnen dat Melissa Santokki haar functies zou neerleggen. Suriname Herald bracht een bericht dat mevrouw Santokki zou stappen uit de Raad van Commissarissen bij Staatsolie. Dit bericht zou gebaseerd zijn op informatie uit de top van de VHP. De VHP ontkent echter dat er hierover is vergaderd. Melissa Santokki blijft dus volgens de laatste berichten gewoon staatsoliecommissaris. VHP-topman Glenn Oelers vindt het zelfs verstandig wanneer mevrouw Santokki aanblijft bij Staatsolie. De president heeft er namelijk thuis meteen toegang tot de informatie over inkomsten binnen de olie- en gassector. Aldus Oelers. Morgen begint volgens de kalender het Javaanse nieuwjaar. Zondag wordt dit gevierd op het Onafhankelijkheidsplein en dat mag best wat kosten. In het land waar de gezondheidszorg op zijn gat ligt en baby's doodgaan omdat er geen geld is om hen te behandelen, zegt minister Brontho Somohartjo van Binnenlandse Zaken dat kosten nog moeite zijn gespaard om deze dag te laten slagen, schrijft overheidswebsite De Boodschap. De voorbereidingen voor de viering zijn dan ook al maanden in volle gang. Er worden artiesten overgevlogen uit Indonesië, er komt een Pasar Malam en nog veel meer. Voor bezoekers worden bussen ingezet en de minister verwacht duizenden gasten. Het uiteindelijke doel is het herstel van de eenheid onder de Jowo, de Javanen. Want een verenigd Jowo is goed voor land en volk, aldus minister Somohartjo. Tot zover Regenieuws TV Suriname. Heeft u nieuws te melden, stuur uw berichten naar suriname@regenieuws.tv en kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.